In Brakel in de Bommelerwaard stond ooit een fraai kasteel. Rond 1400 speelde het nog een rol in de twisten tussen de Gelderse en Hollandse graven. In 1672 waren het de Fransen die een bedreiging vormden. In het rampjaar 1672 lieten de Fransen dit kasteel in de lucht vliegen. Wat restte was enkel een ruïne. Tot op de dag van vandaag is de ruïne nog steeds te zien in het landgoed Brakel van het Gelders Landschap en Kastelen. De eerste vermelding van de ramen vinden we in de archieven, waarin vermeld wordt dat er geld uitgekeerd wordt aan enkele Zaltbommelse soldaten voor het uitnemen van de glazen uit het kasteel van Brakel. Vlak voordat de Fransen het kasteel van Brakel in 1672 opbliezen, werden er ramen op tijd uitgehaald en op een veilige plaats op het Ooievaarsnest, de woning van de rentmeester van de toenmalige heer van Brakel, Jacob Piek, bewaard. Ongeveer 150 jaar later is Wilhelmus van Dam heer van Brakel. Hij heeft vanaf 1838 in het Spijker een bijzondere verzameling oudheden bij elkaar gebracht. Waaronder meubilair, kaarten, kerkkunst en diverse heraldische objecten. In twee kruiskozijnen op de eerste verdieping zaten in totaal 8 veelal samengestelde glas-in-loodramen. Wilhelmus bezat een aantal schilderijen van voormalige heren van Brakel, diverse statieportretten van de families Johan en Cornelis de Witt uit Dordrecht, welke nu in het Dordts Museum te zien zijn. Hij hield een lezing voor de vereniging Tot Nut van het Algemeen en schreef zijn voordracht uit in een eenvoudig schrift. Hiermee geeft hij als het ware een virtuele rondleiding door zijn eigen museum, het Spijker, en weten we nu wat hij zoal verzamelde. Ook in de ruïne had hij een verzameling archeologische vondsten uitgestald. In 1856 verhuisde Wilhelmus met zijn verzameling naar de Prinsessengracht, Hoek Kanonstraat in Den Haag. 8 glas-in-loodramen bleven achter in Brakel. Na zijn overlijden in 1858 werd zijn collectie in 1859 door W.P. van Stokkum, boekverkoper, geveild. In 1913 werden ook de 8 historisch gebrandschilderde ramen geveild tijdens een openbare verkoping door de firma A. Mak Veilingmeesters in Dordrecht. In 1914 verscheen er in het geïllustreerd weekblad Buiten een artikel over de 8 ramen die in 2 vensters met kruiskozijnen in het Spijker zaten. In dat blad waren de 8 ramen afgebeeld. Ook in het blad Kastelen, Buitenplaatsen, Tuinen en Parken waren de afbeeldingen van de 8 glazen loodramen terechtgekomen. Daarna raakte men het zicht op de ramen kwijt. De historische stichting De Vier Heerlijkheden had tijdens een tentoonstelling enkele losse achtergebleven scherven uit het Spijker tentoongesteld. Het bestaan van het glas was door de stichting en een bevriend amateur-historicus uit Castricum opgemerkt. In 2013 verscheen een publicatie over de verdwenen ramen, eigenlijk bedoeld voor de archieven voor het geval de ramen toch nog eens boven water zouden komen. Ook verscheen er een artikel over de ramen in de uitgave van De Vier Heerlijkheden naar aanleiding van een tentoonstelling in 2014 in Huis Brakel. Het bestaan van de ramen werd doorgegeven aan Corpus Vitriarum, een internationale groep die zich bezighoudt met onderzoek naar gebrandschilderd historisch glas in lood. In november 2017 ontdekte een lid van deze groep op internet dat de 8 verdwenen ramen in een villa in de Vondelstraat in Amsterdam zaten. De ramen waren door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed gefotografeerd en op de beeldbank geplaatst. Op 14 september 2018 werd een bezoek gebracht aan de villa en met de eigenaar overeengekomen dat de ramen ter zijner tijd weer naar Brakel zouden verhuizen. 13 oktober 2018
werd er door enkele leden van Corpus Vitriarum de achtergebleven scherven in het spijker nog nader onderzocht. Nadat het spijker in 2021 van eigenaars verwisselde, werd op 6 juli 2021 een bezoek gebracht aan de villa in Amsterdam. In het bijzijn van een bouwkundig adviseur en een glazenier. De ramen werden in 2022 uit de villa gehaald en naar het atelier van de glazenier in Tilburg gebracht. En in juli werden de kozijnen in het spijker aangepast en de glazen gemonteerd. In 2 kruiskozijnen, zoals het oospronkelijk was, sieren de 8 ramen de voor- en de achterzijde van het spijker en geven het weer een fraaie, authentieke uitstraling. Het eerste raam laat bovenaan een voorstelling zien van waarschijnlijk een moraalprent uit de Griekse mythologie. Het is nog onbekend welke voorstelling hier afgebeeld is. Achter de vrouw passeren 2 figuren. De bloemen en de dieren op de ramen kunnen een symbolische betekenis hebben, maar ook als versiering aangebracht zijn. De onderste prent van het raam is gemaakt naar aanleiding van een prent van Maarten van Heemskerk en door Dirk Volkertszoon Korenhert gegraveerd en stelt de Bijbelse persoon Isaac op een kameel voor. Op het tweede raam zien we bovenaan David op een leeuw. De tekst eronder bewijst dat de gekleurde glazen eromheen oorspronkelijk bij dit tafereel hoorden. Ook hier weer op dit tweede raam 3 bloemen, waarbij de tulp met de kelk omhoog wellicht verwijst naar de afhankelijkheid van God. Het onderste deel laat het verhaal van Job zien. Job rijdend op een schildpad, achtervolgd door een vrouw en een duivel. Op het derde raam het wapen van Walter Dooyeweerd, raadsheer van Brederode en advocaat en schepen van de Hoge Bank van Zuilichem. Het klimmende hert en de adelaar zijn van de tak van moederszijde. Onderin het raam worden de namen en het jaartal 1649 vermeld. In het vierde raam is een fout wapen terechtgekomen. Het stelt het wapen voor van Cornelis Vernooy, schout van Brakel en president van de Hoge Bank van Zuilichem. Hij was rentmeester en woonde op het ooievaarsnest. Eronder wordt de naam genoemd van Nicolaas Scholsen. Hij was schepen van de Hoge Bank van Zuilichem. Het juiste wapen moest zijn een kruisboog. De scherf is als losse scherf in een houten kistje bewaard gebleven. In het vijfde raam het wapen van Quirijn de Kok, landschrijver in de Bommelerwaard en secretaris van het Hoge Gericht in Driel, Tuil en Zuilichem, anno 1649. Hij was gehuwd met Margarita Pauw. De tekst staat onder het wapen vermeld. Op het zesde raam staat onderin vermeld juffrouw Margarita Mom, weduwe van Wijlen jonkheer Marcus de Bie, in leven commandeur en kapitein op het Fort Loevestein anno 1649. De Bie was opvolger van Prauning, die in de tijd van Hugo de Groot slotvoogd was. Erboven het wapen van Mom en de Bie. Op het zevende raam zien we weer dieren afgebeeld. Links de naam van Frans Krijnen. Hij was onder andere rentmeester van het Sint-Jacobs-gasthuis in Schiedam. Wellicht is dit glas door Wilhelmus van Dam aangekocht en afkomstig uit een gilderaam van de Sint-Janskerk in Schiedam. Ernaast de naam Bruin Ariensen Kuiper, burgemeester van Schiedam. In 1599 werd hij kerkmeester van de Sint-Janskerk aldaar. In het ronde raampje de naam van Arian Buys Rutgerszoon, brouwer tot Gorkum 1617.
Hij bezat Hopland onder andere in Brakel. Deze twee ruitjes zaten oorspronkelijk in het koorraam van de kerk. Door de schokgolf van het springen van het kasteel moesten de ramen uit de kerk gerestaureerd worden en zijn de oorspronkelijke ruitjes in het raam van het spijker terechtgekomen. Het zijn de wapens van de toenmalige heer Jacob Piek en zijn echtgenote Jacoba Vijg. Links bovenin het achtste raam, de ooievaar, het symbool van geluk. En rechts de ijsvogel, symbool van leven na de dood. Daaronder rechts het wapen met de drie vogels en de drie leeuwen van Hubert Janszoon van Willige, Dijk Heemraad en zijn vrouw Griet Jansdochter van Veen. Links daarvan het wapen van een zus van Hubert Janszoon van Willige. In het ronde glas Jan Hubertzoon van Willige, die in 1638 tijdens een vechtpartij om het leven kwam. Oorspronkelijk zat dit raampje in de onderste cel van het spijker. Rechts de tekst Thomas van Sterkenburg, advocaat aan het Hof van Utrecht anno 1649. Hij huwde Catharina van Aaswijn, een afstammeling van de Brakelse heer Reinier van Aaswijn. Het ruitje met de drie kruisen links is waarschijnlijk het wapen van Zevenbergen. Geertrude van Zevenbergen was de vrouw van Staasken van Broekhuizen van Waardenburg. Een naam die we ook tegenkomen op een van de zerken die in de ruïne achter Huis Brakel ingemetseld zijn. Het onderste deel van dit laatste raam wordt links de naam van Remmet Arianszoon Blanken genoemd, een neef van Jan Huiberts. Rechts het wapen met de pijl is van Arjen Hermanszoon, Dijk Heemraad van Brakel en Steenbakker in 1659. De dakpannen zijn van vrouwszijde. Het spijker heeft met de terugkeer van de ramen een nog fraaier uiterlijk gekregen en met het terugplaatsen van de glazen is weer een stukje Bommelerwaards geschiedenis zichtbaar geworden en blijven de verhalen voor het nageslacht bewaard.